Jorien, je hebt net een training achter de rug. De eerste weer sinds lange tijd. Het ging goed. Ja, het uh, was een lekkere training vanochtend. Ik heb al wel, uh, wel wat vaker weer op het ijs gestaan sinds Tenerife. Sinds maar uh, ja, het schaats gaat lekker. Ga je voor de titel op 4 en 5 februari? <laughs> Ja, als er om als er een titel gestreden wordt, dan uh, ga, je, ga je altijd voor een titel. Maar, uh, dus uh, daar ga ik zeker voor. Maar uh, wat eigenlijk uh, voor mij wel belangrijk is, uh, is het ticket uh, voor het WK Round. Dus uh, daar ga ik ook voor. De concurrentie is groot. Ja, zeker. Er zijn, uh, er zijn veel meiden die. Uh, ...die voor de titel en voor die twee uh, tickets gaan strijden. En uh, het zit allemaal dicht bij elkaar, dus uh, het zal zeker spannend worden. Wie zijn je grootste concurrenten? Ja, er zijn, uh, zijn er een aantal. Uh, je hebt uh, Marit Leenstra, Pien Kulstra, Anouk van der Weijden... ...Diane Valkenburg, Marije Joling en uh, misschien nog wat outsiders. Ja, er zijn maar twee plekjes, hè? Ja, het, uh, het wordt uh, knakken voor die twee uh, plekken, ja. Want... Irene is al geplaatst, Irene Wust en Linda de Vries. Ja, die twee uh, die zijn uh, na aanleiding van het Europese kampioenschap zijn die al geplaatst. Zijn we zijn hier in Insel. Hier heb je hele goede herinneringen. Ja, zeker. Uh, vorig jaar hier uh, het Weken Afstanden. Een de mooie derde plek op de 1500 meter. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb hier altijd wel een goed gevoel als ik hier aan het schaatsen ben. En uh, ja, nou, het is gewoon... Uh, Lekker om hier uh, op deze baan te rijden en uh, mooie omgeving. Er ligt nu veel sneeuw, dus uh, prima, prima omgeving om hier voor te bereiden op, uh, op het NK o Round voor volgende week. Ja, nog even na dat NK o Round. Je bent de enige van TVM die meedoet. Ja, dat klopt. <coughs> Irene is dus al gepraat, geplaatst en uh, Sven en Jan zijn ook al geplaatst. Dus die uh, hebben een iets andere voorbereiding richting uh, WK o Round. Maar uh, ja, nou, dan moet ik uh, het groen maar gaan vertegenwoordigen. Lijkt je dat zwaar? Nou ja, weet je, ik, uh, ik ga gewoon mijn best doen. en uh, Ik heb het doel voor ogen en uh, het schaats gaat goed. Ik heb er zin in en dan uh, moeten we naar vier afstanden gewoon kijken hoe ik ervoor sta.